4 goaltjes. Zeg je ooit eerder gelukt? Nee, dit is de eerste keer. Wel een keer 3, maar 4 in 1 helft. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Was makkie, hè, vandaag? Nou, het was geen makkie vandaag. Nee, het is ongelooflijk. De eerste helft, kijk, we spelen vrij aanvallend. En Liende eigenlijk ook, dus er viel veel ruimte. En dan, dan is elke bal die ik raak, die vliegt erin vandaag. Dus dat is wel een keer lekker. Jullie blijven gewoon maar gaan, hè, tegen beter weten in. En jullie winnen gewoon nog een keertje. Ja, kijk, we spelen gewoon elke wedstrijd gewoon vrij uit. En dat zie je er ook vandaag af. Kijk, we hebben weinig mogelijkheden om bepaalde systemen te spelen. Dus dit was het vandaag. Bijna geen wissels. En dan pakt het een keer goed uit. Ja, dan ben je met 4-2. Wat vier je dan na afloop? Nou, het was eigenlijk vrij rustig, was het, ja. Was niet uit, ja, we hebben eigenlijk niks. Dus, maar we zijn wel iets dichterbij gekomen en je weet het nooit, hè. Ja, je helpt vooral Liende in de ellende. Ja, klopt. Ja. Dus dat hebben ze misschien aan hunzelf te danken. Ik bedoel, dan moeten ze maar meer goals maken hier. Maar wij gaan gewoon die laatste paar wedstrijden er vol in. En we zien wel waar we eindigen. Hoe heb jij die hele soap rond Hans Kraaij gevolgd afgelopen week? Ja, ik ken Danny goed, dus die had ik al wat gesproken en ik had al wat gelezen. Ja, dat is natuurlijk, dat kan goed uitpakken, dat kan slecht uitpakken. En dat is natuurlijk nooit leuk. Ik bedoel, hier hebben we ook de nodige ellende gehad met de trainers. Wij weten er alles van. Dus ik denk dat het nooit goed is voor een selectie, dat soort dingen. Denk je dat Liende zich handhaaft? Nou, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. En wat gaan jullie er nog van maken? Wij gaan vol voor een na-competitieplek en we gaan hopen dat we erin blijven.